De Lions Club Paramaribo Noord heeft vandaag voor de scholieren van de Cecilia School een drugs awareness dag gehouden. Het doel was de leerlingen bewust te maken over de gevaren van drugs. Leslie Rezida, president van Lions Club Paramaribo Noord, zegt dat de club al jaren een drugs awareness programma heeft. In het verleden hebben zij boekjes uitgegeven die op de scholen werden gebruikt. De serviceclub kiest nu ervoor om zelf naar de LBGO en MULO scholen te gaan, zegt Rezida. Om de kinderen van die scholen dan het bewustzijn bij te brengen over de gevaren van drugs. Met vooral de focus op preventie, hè? Dus zorgen dat je niet aan de drugs komt. Er is een onderdeel van ons Lions werk. Omdat we duidelijk willen maken dat drugs niet alleen maar een kwestie is van het individu, maar eigenlijk de totale jeugd, hè? De totale toekomst komt zo in gevaar. En vandaar dat het een van onze belangrijke programma's is. En elk jaar hebben we wel een activiteit gericht op drugs, het Drugs Awareness Programma. Rezida zegt verder dat de club niet alle scholen kan aandoen. Zij hopen daarom dat de informatie door deze leerlingen verder wordt verspreid. Het Drugs Awareness Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname en het Bureau Verslavingszorg. Agent van politie eerste klasse Joshua Shamim zegt dat de bijdrage van de politie aan dit project niet in cijfers uit te drukken is. De bijdrage is een grote bewustwording voor de jongeren. Want daarvoor is de afdeling voorlichting naar hier gekomen, op de Cecilia School, om die voorlichting ten aanzien van de verschillende drugsoorten te wijzen. Maar niet alleen te wijzen met de bedoeling om het te promoten, maar ook te wijzen naar, en te letten op de gevaren van het gebruik van die verschillende drugsoorten. Vooral sucro, ecstasy, tablet. En hash bijvoorbeeld. Maar het allerbelangrijkste is dat van sucro, want het komt zo vaak in de media. De gevaren van ecstasy-tabletten en sucro, dat het zo makkelijk verwerkt kan worden in drankjes of in voeding. En zo wordt het afgegeven aan jongeren en voordat ze weten, zijn ze bewusteloos of ze weten niet waar ze zijn. En ze kunnen op zo'n manier meegenomen worden met alle gevolgen van die verkrachting, seksueel misbruik enzovoort enzovoort. Dus die bewustwording. De komst van onze afdeling voorlichting, die heeft een grote bijdrage geleverd voor ter bewustwording van het drugsgebruik onder de jongeren en de gevolgen daarvan. Wat adviseert u de jeugd om die gebruik maken van drugs? Degene die gebruik maken van drugs, jongens en meisjes, dames of heren, stoppen jullie ermee? Want het levert helemaal geen toegevoegde waarde, bijvoorbeeld aan jouw studie. Het is alleen maar achteruitgang voor jou. Je gaat niet helder kunnen nadenken. Je gaat niet goed kunnen functioneren. Je gaat niet kunnen focussen op je leerstudie, op je prestaties worden juist verminderd. Je gaat juist denken, door bepaalde drugsoorten te gebruiken, ga ik dan een hogere cijfer krijgen, maar je hebt het dan glad mis. Agent van politie, eerste klasse Joshua Shamim, vanmorgen tijdens de Drugs Awareness Dag van de Lions Club Paramaribo Noord. Na de informatiesessies konden de scholieren vragen stellen en mochten ook de verschillende drugssoorten bezichtigen.